beste racefiets is een antwoord wat erop moet geven wat je eigenlijk niet wil horen. Want dat hangt er vanaf. Hangt er vanaf van enerzijds budget, anderzijds wat je ermee wilt doen. Stel dat budget geen beperking is, dan vallen er heel veel af. Echt heel veel. Dan heb je niet een Senza of een Scott of een geen aanmerken, zeg maar. De auto wel langs. En dat kan overigens ook gewoon. Maar dan ga ik kijken in de hoek van Trek, Specialized, Cervelo. En ik denk voor de rest geen merk. Isaac, misschien. Je hebt sommige hele kleine merken die laten dan even buiten beschouwen, want die kun je echt niet overal echt makkelijk kopen. Maar het gaat er wel om of je een klimfiets wilt of een fiets voor op de weg. Wil gewoon in het platteland hier dit soort wegen. Platte wegen pak je een aeroframe. Dat is dus zo ver als ik hier. Maar de meeste mensen vinden nog steeds de beste klimfiets een fiets met gewoon dunne buizen. En ik weet wel, ze gaan op een Cervelo S5, gaan ze echt wel de berg op. Dan trappen ze zo Mont Ventoux op. Of de Alpe d'Huez, of die andere mooie bergen. Maar de meeste mensen vinden best een klimfiets wel eentje met dunne buizen. En vervolgens kijk je naar de groep. Als je dan een klimfiets wilt, is een elektrische groep wat zwaarder dan een mechanische groep. Dus misschien willen we dan toch voor mechanisch gaan. En snel schakelen als je omhoog aan het klimmen bent, maar wat minder belangrijk. Maar hier, op het vlak wel weer. Ik heb dus een elektrische groep. Dus dat over de beste fiets. Ik zal alle modellen in het bericht zetten. Die op dit moment, niet volgens mij, maar volgens de meeste wielrenners het beste zijn. En natuurlijk mag je jouw model ook bijzetten. Succes! Ik ben heel benieuwd waar ik op staan. En het is overigens niet deze fiets. Persoonlijk, waar zou ik voor kiezen? Ja, dat komt wel weer een andere video. Als er onbeperkt budget zou zijn, dan zou ik echt wel een heel mooi dingetje samenstellen. Twee dus. Eén klim, één voor op vlakken. Succes! En mocht je iets aan hebben gehad, waardeer de video even met een duimpje.